13 juli, van Soreux naar Winstrop. We moesten slechts weinig kilometers overbruggen van Soreux naar het vertrekpunt van onze fietstocht, zo'n 25 kilometer. Aan het meer van Tistrup vonden we een prachtige locatie langs ons parcours met zicht op het meer. De fietsen werden van ons nest gehaald, de volgeladen batterijen ingeplucht en weg waren we voor een tochtje van tussen de 50 en 60 kilometer. Gelukkig werden we vaak geholpen door onze madame van Google Maps, want met het kaartje en de beschrijving in onze gids van Denemarken Actief van de ANWB waren we niet zoveel. Na zo'n 15 kilometer hoorde ik een vreemde poing in mijn achterwiel. Bleek dat een spaak het begeven had onder mijn gewicht. In Soreux zouden we wel een fietsenmaker vinden die dit euvel kon oplossen, maar dat was niet het geval. Gelukkig sloeg mijn achterwiel niet te fel, zodat we beslisten om zo verder te fietsen. Ons traditioneel middagmaal met de fiets, koekjes en een banaan, verorberden we op een bankje in Lunge. In Westerbrode kreeg onze fietsen opnieuw wat rust toen we het pittoresk kerkje bezochten met mooie fresco's. Ik weet niet of de Deense bevolking belastingsvermindering krijgt als ze de Deense wimpel laten wapperen, maar feit is dat je die hier overal ziet. Een wimpel geeft misschien ook beter de windrichting aan dan een vlag. Op het einde van onze tocht passeerden we ons oorspronkelijk doel, een parking die wat ingesloten ligt tussen de bomen. Omdat de wind hier minder fel was dan op de plaats waar ons nest op ons stond te wachten, besloot ik om toch te verleggen, zodat ik van 4 uur de tour kon volgen, terwijl mijn schotel minder onderhevig zou zijn aan de wind, want die was er vandaag volop, voor het eerst. Het was een schone fietstocht, langs rustige wegen met ontzettend weinig storende elementen. Er stonden 56 kilometers op de teller, met ondersteuning, maar die is hier wel meegenomen, want Zeeland is veel minder vlak dan verwacht.